Hoi, ik ben Julia. Hoi, en ik ben Christel. En wij zijn regieverpleegkundigen op de afdeling cardioloog. En wij willen jullie vandaag wat meer van ons werk laten zien. Gaan jullie mee? Kom mee. Naast patiëntenzorg werken wij ook aan kwaliteit op de afdeling. Ik hou me bezig met patiëntenveiligheid. Daarbij coach ik ook collega's en om de zorg te verbeteren op de afdeling. En mijn aandachtsgebied is Qualicor, dus de kwaliteitsaudits die volgen binnen het ziekenhuis en op de afdeling. Wat binnen het Franciscus heel erg fijn is dat je als regieverpleegkundige 8 uur, dus een dag in de 14 dagen, wordt uitgeroosterd van je werk direct in de patiëntenzorg om aan kwaliteit te kunnen werken. Zodat je er echt tijd in kan investeren. Ja, en wat ook heel leuk is dat we zelf invulling mogen geven in de functie. Dus eigenlijk wat je heel erg leuk vindt, zoals ik patiëntveiligheid, dat ik me daar hard voor maak en dat we dat met elkaar doen op de afdeling. Voor mij bijvoorbeeld de doorgroeimogelijkheden, dus best wel veel scholingsaanbod. Maar ook dat we zijn echt een topklinisch ziekenhuis, maar het voelt altijd heel warm, huiselijk, kleinschalig op het moment dat je hier binnenloopt. En dat vind ik echt super fijn om in zo'n omgeving te werken. Ja, je kent ook echt bijna iedereen. Zowel van fysio, ergo, logo, artsen, andere afdelingen. Het is echt heel fijn de samenwerking. Oh, en? Ja, we hebben ons ingeschreven voor de marathon. Lopen we namens het Franciscus. En er is best wel veel aandacht hier in het ziekenhuis voor het fitprogramma. Je kan gratis meedoen aan bootcamps, aan hardlooptrainingen. Boxen, dat is niet vergeten. Ja, zeker. Misschien goed om nog eventjes de successen te bespreken deze week. Hebben jullie ideeën daarover? Het MDO-protocol, denk ja? ik. Ja, samenwerking tussen cardio en long. Ja. Heel goed. Ook de werkgroepjes die zijn opgesteld uit regie. Zeker. En we hebben stilgestaan bij het themaband. Ja, ja, juist. Dat. Ik denk dat het mooie successen zijn. Als regieverpleegkundige denk ik dat je vooral kritisch moet kunnen denken. Je moet kunnen samenwerken, zowel op de afdeling als daarbuiten met andere regieverpleegkundigen binnen het ziekenhuis. Je moet ook goed zelfstandig kunnen werken, dus wel je eigen plannen kunnen trekken en daarin ook standvastig zijn. Ook heel belangrijk dat we oog hebben voor evidence-based, dat we daar ook in collega's coachen. En dat we de kwaliteit op de afdeling daarin een stukje kunnen verbeteren. Als regieverpleegkundige kan je verder doorgroeien tot praktijkopleider. Daarnaast zie je ook wel eens vaak gebeuren dat mensen nog kiezen voor verpleegwetenschappen om mogelijk daarvoor te gaan. En natuurlijk ook verpleeg van specialisten, indien je daar een doel in hebt om dat te kunnen doen. Ja. Ja, en buiten dat zijn er natuurlijk altijd de mogelijkheden om als basisverpleegkundige door te groeien tot bijvoorbeeld IC-verpleegkundige of SCA-verpleegkundige. Wij hopen dat jullie het leuk vonden om iets van ons werk te zien. Ja, en dat jullie natuurlijk enthousiast zijn geworden. En wil je nou ook bij ons komen werken? Kijk dan op onze website. En wie weet word jij onze nieuwe collega.